Een hele goede morgen. Welkom weer bij een nieuwe vlog van mij na mega lang. Ik heb net heerlijk gedoucht en mijn haar even snel gefund. Dus het zit nog niet echt zo heel erg mooi. Ik heb een hoodie aan van Nessie. Bijna het enige nog wat ik momenteel pas. En een joggingbroek. Ik ben momenteel over tijd. Ik ben over de 40 weken heen. 40 weken en 4 dagen om precies te zijn. Ik heb helemaal geen voortekenen, helemaal niks. Ik voel nog helemaal niks. Ik heb alleen mega veel harde buiken. And that's it. En hij beweegt echt kapot veel. Maar voor de rest, ik voel echt helemaal niks. Dus, met wie praat jij? Tegen de spiegel. Oh. En ik ga nu even ontbijten met Nes en dan kom ik bij jullie terug. Vlog? Yes, we are back with the vlog. En je hebt een beetje veel? Nee, veel te veel. Oh. Kijk eens, wij gaan lekker samen ontbijten. We gaan lekker tosti eten. Met een colaatje. Oh yeah. Gezellig. Is de tosti al bijna klaar of niet? Ja. Yes. Zien jullie ons een beetje? Heb je dat ook niet gevonden? Nee. Jammer hè, dat je nooit de echte Marianne hebt. Ach man. Oh yeah. Oh, mayo met tosti, echt lekker. De ketchup is op. Oh, ik ben ook in beeld, wat leuk. Je komt niet eens in beeld, want je komt niet dicht bij mij zitten. Hallo. Ketchup is op. Oh. En is die cheesy? Mm-hmm. Je zegt toch, deze kaas is beter voor tosti. Ja? Dat bedoel ik. Dit is kaas van de Lidl. Ja. En hij is echt veel dikker dan normaal. Wij vonden hem eigenlijk niet lekker. Maar Nessie zei, in de tosti is die echt lekker, denk ik. Dus, ja. Oké, update. Ik ben dus momenteel 40... Oh, schok. Ik ben dus momenteel 40 weken en 4 dagen zwanger. Ik had donderdag een afspraak met de verloskundige. Toen was ik 40 weken zwanger. En toen hebben we een plan van aanpak besproken en ik heb eigenlijk ervoor gekozen om sowieso tot week 41 te wachten om te kijken of de bevalling vanzelf op gang komt op een natuurlijke manier, want dat heeft natuurlijk mijn voorkeur. En als ik precies 41 weken ben, dan komt de verloskundige even langs en dan gaan we kijken vanuit daar wat we precies gaan doen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik ga doen. Ik wil gewoon het liefst dat het vanzelf op gang komt en dan nog voor 41 weken. Maar dat heb je natuurlijk zelf niet in de hand. Even afwachten. Okay, op dit moment is de baby eigenlijk mega druk. Ik heb bijvoorbeeld vannacht totaal niet geslapen omdat hij echt zo druk is. Maar 2 weken terug had ik juist een periode waarin die heel stil was. En wat ze dan aanraden is gewoon echt om je tijd te nemen om dan de baby te voelen. Dus even op je linkerzij gaan liggen. Want daar is de doorbloeding van de placenta het beste. Dus op je linkerzij liggen en echt even je tijd nemen om de baby te voelen. Ja, half uur gelegen, nog steeds niks. En je moet het minimaal een uur of zo doen. Maar ik schrok gewoon gelijk in de paniek. En ik heb toen de verloskundige gebeld. En toen is ze gekomen naar het hartje te luisteren. Hartje gehoord, maar het is een momentopname, dus dan willen ze heel graag ook nog dat je naar het ziekenhuis gaat voor een STG-scan. Waarom zijn wij hier? Waarom zijn wij hier? Ja. Voor de check-up. Ja. Voor de baby. Naar de hartslag luisteren. Oh ja. Nessie is nu aan het beurt. Ga ik aan de screen? Dat is een meter van Bart als ik laat. Wij zijn even aan het wachten. Oh man. Spannend hè? Dit is een onderzoek waarbij ze dus naar de conditie kijken van de baby en de baarmoeder. En dan luister je even een half uur naar de hartslag van de baby. Gelukkig was alles goed, dus mochten we weer naar huis. Het duurde trouwens wel echt lang, het duurde echt veel langer dan een half uur. Ik denk dat we daar echt 2-3 uur waren in het ziekenhuis. Maar ja goed, alles was oké. Het was wel echt even een heel erge stressavond voor ons.
Ja, dat zijn de iets mindere kanten aan het zwanger zijn. Want dit soort dingen bezorgen me altijd zoveel stress. Ik ben constant gewoon bang als er wat gebeurt. Of weet je, je voelt je baby niet of wat dan ook. Ik kraak dan echt gelijk in paniek. Nou ja, gelukkig is het goed gekomen. Nog een leuke update. Het heeft lang geduurd bij mij. Mijn babykamer is af, guys. Mijn babykamer is eindelijk af. Ik ga het zo aan jullie laten zien. Ik kan nog niet alles laten zien, want ik heb ook nog een paar dingen die gewoon gepersonaliseerd zijn. Dus waar de naam op staat. Dus die haal ik zo even weg. En dan laat ik de rest van de kamer even zien. Ik ben er echt zo blij mee. Oké, ik wil dus eigenlijk voor een heel andere babykamer gaan. Eigenlijk toch wel iets meer kleur. Voor de mensen die mij wat langer volgen, mijn kennen, die weten denk ik wel dat ik voor neutrale tinten zou gaan. Misschien minimalistischer en zo. En ik wil eigenlijk voor een heel ander thema gaan. Maar ik ben naar babykamers gaan kijken en zo. En eigenlijk had ik daar helemaal geen zin meer in. Waar mijn ogen echt op vielen waren de stokkenmeubels voor de babykamer. Die vond ik eigenlijk het mooiste. Stokken ledikant en de commode. Ik moest die echt hebben. Ik vond het echt een heel mooi setje. En toen ik binnenkwam dacht ik, ik ga het echt zo simpel mogelijk en minimalistisch houden. Want ik vond echt al, zeg maar, de meubels op zich vond ik al mooi genoeg, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk heel minimalistisch gehouden. En een paar dingen moeten weghalen in de babykamer, omdat ik die nog niet wil delen, omdat daar een naam op staat. Dus het is nog niet helemaal compleet. Maar ja, er zijn gewoon de kleine dingen die het afmaken. Ze maken op zich ook niet uit. Dus ik ga je zo even de babykamer laten zien en ja. Wat? Wat wat? Hij riep me naar beneden. Wat is er? Nou, ananas wekte weer op. Heb je je vriend net aan de telefoon gehad, jongen? Ik heb voor jou een ananas smoothie en stukjes. Jalla. Wie heeft jou dit verteld? Wie heeft jou dit verteld? Google heeft mij dat verteld, jalla. En wat zit hierin dan? Ananas. Alleen ananas? Alleen ananas. Echt waar? Echt waar. Zo dik? Zo dik. Eeuw. Heb je een lepel erbij? Gadver. Het lijkt... Het moet op. Het lijkt op pudding gewoon. Ja, probeer het maar. Mag ik ook een vorkje dan? Oké, even proeven jongens. En? Oh. Wat is dat? Heel heftig. Waarom film je jezelf van beneden? Dat mag niet. Wauw. Je bent aan het leren. Ja. En? Is het nice? Oh, heel erg zoet. Is het een hele ananas gewoon? Wat jij nu hebt is een hele ananas. Nee. Dus die glas en die bord. Stel voor dat ik vanavond ga bevallen. Oh yeah. Ik kan het echt niet op hoor. Hoezo niet? Ik word echt misselijk. Oh ja. Yeah, laat hem zien. Oh yeah. Oh ja. En ik kreeg iemand. Oké, daar gaan we, guys. Welkom in mijn baby's kamer. Kijk hoe cute. Ik ben echt zo blij met zijn kamertje. Wat jullie dus hier zien is eigenlijk een baby birth box. En aan de zijkant staat zijn naam. Maar ik heb het even omgedraaid. Hier heb ik ook een muurversiering die er nog komt. En aan deze kant ook. Dus dat is wat er een beetje nog mist. Laten we hiermee beginnen. Dit moest ik echt hebben in de babykamer. Dit is echt mijn favoriet. Toen ik deze zag, kon ik echt niks meer anders kiezen. Ik vind het echt zo mooi. Het is dus de stokken sleepy bed. Ik heb deze dus gekozen eigenlijk heel simpel, want ik hem gewoon vet mooi vind. Maar hij groeit ook meer met je kind. Dus vanaf 0 jaar tot met 5 jaar. Dus dat vond ik ook echt een grote voordeel. Hij is dus ook in hoogte verstelbaar. En hij heeft wieltjes. Dat vind ik ook echt super handig. Want je kan hem bijvoorbeeld ook naar onze slaapkamer gewoon heen brengen. Eigenlijk alle accessoires ook van stokken. Bijvoorbeeld een bumper heb ik hier. Ik heb hier ook bijvoorbeeld een matrasbeschermer van stokken en een matras. Ik heb ook hoeslakens en die heb ik gewassen. Die moet ik nog even allemaal opdoen. Dan het dekentje. Deze heb ik van Kuka. Ik vond deze kleur gewoon heel mooi en het is nu voor de winter ideaal. Beertje is van Jolijn. Het is een muziekdoosje. Ik vond deze zo cute. I can't.
Ik hou echt van die beertjes. En dit is niet het enige beertje dat we hebben hier in de kinderkamer. Want ik heb hier ook eentje van Jolijn. Ik vond deze echt zo cute. En ik vond deze echt zo mooi passen bij de teddystoel die we hebben gekocht. De teddystoel is van Quantum. En ik hou normaal gesproken helemaal niet van teddystoelen. Maar voor de kinderkamer vind ik hem echt heel mooi. Wat jullie hier zien is een wasmand. En deze is ook van Jolijn. Ook in zo'n teddystofje. Dit is een dekentje. En dit beertje vind ik echt zo cute. Hij is van het merk Zazu. Bruno de Beer heet die. En zijn nachtlampje. Dat is ook een muzikaal beertje. I love it. En wat dus heel leuk is aan het beertje, is dat hij vanzelf aangaat als de baby dus huilt of onrustig wordt. Oké, dan de baby birth box kan ik niet laten zien. Maar ik ga even hier een foto toevoegen hoe die eruit ziet. Het is echt een heel mooie toevoeging aan een babykamer. Ik heb dit plantje, die heb ik gekregen van mijn management. Ik vond hem echt zo cute. Dus ik heb hem hier neergezet. Oké, dan links zie je de luchtbevochtiger van Maxi Cosi. En die kan ik dus bedienen op mijn app. En dan kan ik hem zo aan en uit doen. Het zorgt in principe voor de perfecte luchtvochtigheid in de babykamer. Zodat je baby gewoon rustig kan slapen. De commode van Stokke. Ik ben hier echt zo blij mee. Het is dus een setje met de Sleepy. Ik heb hiervoor gekozen omdat het gewoon lekker een mooi minimalistisch design is. Ik vond de kleurencombinaties mooi. En daarbij heb ik dus ook een commode blad van Stokke. Een bijpassende. Deze zit dus vast aan de commode. Die kan je bevestigen. Dus dat vond ik echt heel erg praktisch. Dit stof is dus waterafstotend. Dit is heel makkelijk afneembaar en wasbaar. En wat ik ook heel fijn vind is dat het grijs is. Want ik heb alles in het beige. En het breekt een beetje alles. Want heel veel in de babykamer is toch grijs wat je kan kopen. En zo maakt het eigenlijk niet meer uit. Bijvoorbeeld mijn luieremmer een grijze detail heeft. En de beertjes die nou niet zo heel goed is eigenlijk ook grijs. Maakt het eigenlijk allemaal niet meer uit. Want je hebt nu een combinatie van grijs en beige. Dan aan de linkerkant hebben we de Soothe. En dat is voor licht en geluid. Die kan ik ook bedienen via mijn mobiel. En ik kan hier ook muziekjes op opdoen. Kleuren veranderen. Maar dit zie je in de avond allemaal veel beter. Dan de eerste la. Hier heb ik alle newborn luiers ingedaan. Hier heb ik een paar babyverzorgingsproducten, babydoekjes. Tweede la zijn allemaal handdoekjes en dekentjes. En het derde la heb ik eigenlijk mijn la van gemaakt. Ik heb hier het kraampakket erin gedaan. Allemaal producten die ik ga gebruiken. Zoals het kolfapparaat van Elfie. Waar ik zo blij mee ben. En gewoon allemaal producten die ik daarna nodig heb. Ik dacht ik doe het gewoon in een laadje. Dan heb ik hier de luieremmer van We2. Ik heb hier heel veel goede reviews over gehoord en gelezen. Dus ik dacht ik koop die gewoon. En dan heb ik de pakskast hier van de IKEA. Ik had het voorbij zien komen op Pinterest. En ik moest het gewoon hebben. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik kan het helemaal zelf samenstellen. Dat heb ik ook gedaan. En dit is het geworden. Alle babykleertjes zijn gewassen en gestreken, opgehangen. Er zijn alle kleinste maten. Dus ik heb hier 50 en 56 allemaal hangen op volgorde. Ik heb hier in een mandje alle verzorgingsproducten ingedaan. Ik heb hier de luiertas. Dan de laden verdelen van IKEA. Ik vind het echt zo cute, guys. Ik dacht dat we echt veel schoenen hadden gekocht, maar het valt echt reuze mee, zoals je ziet. Ik heb allemaal gesorteerd van klein naar groot. Ik heb dus laatst deze UX gekocht, guys. Ik ben hier echt zo verliefd op. Het zijn dus UX van leeuwtjes. En jullie weten hoe gek ik ben op leeuwen. Dus dit is echt gewoon helemaal medium. Ik heb hier ook even allemaal setjes in gedaan. Mutsjes met slofjes, krabwandjes. Ook setjes van Nike, Jordan. Heb ik even allemaal zo gesorteerd. Dan de eerste lade. Ik kan nog niet alles laten zien, dus hij gaat me half open. ik heb hierin hydrofiele doekjes. Ik heb hier de kruiken met de kruikenzakjes. Ik heb hier een tasje voor in mijn luiertas waar ik alles in ga douwen. Ik heb hier sokjes, maar ik heb echt veel meer nodig. Ik heb eigenlijk veel te weinig, merk ik nu. En hier zit gewoon voor alles en nog wat in. Speentjes, van alles en nog wat. Dan niet te vergeten, de lamp. Die is van de IKEA. Ik vond deze echt heel erg cute. Deze heeft Nessie uitgekozen. En die kan ik hier dus bedienen. En aan deze kant heb ik nog het badje staan. Ik denk dat dit ook echt de plek wordt hiervoor. Dat is het, guys. Nog een paar kleine dingen die jullie nog niet hebben gezien. Maar voor de rest, dit is gewoon de babykamer. Nou, guys. Na het opnemen van deze video ben ik gewoon helemaal kapot. Ik ben echt constant buiten adem als ik praat. Oh, leuk, Nes. Ja, ik ben echt de hele tijd buiten adem als ik praat. Het kost me zoveel moeite. Ik moet nu gewoon douchen gewoon voor al de moeite die ik heb gedaan.
Een hele goede morgen, guys. Ze is opgestaan. Nog steeds geen baby. Ik dacht, misschien komt hij gisteren nacht of zo. Iedereen zei tegen mij gisteren. We kregen echt al de hele dag door apps, belletjes, DM's. Iedereen zei tegen mij gisteren: ik heb over u gedroomd. Jij gaat vandaag bevallen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Wij zijn nu onderweg even naar de Turk. We gaan boodschappen doen. We gaan als eerste naar de Turk. Want ik heb een paar dingetjes nodig. Die wil ik graag inslaan voordat ik ga bevallen. Dan heb ik het op voorraad. En daarna gaan we naar de Lidl voor de normale boodschappen. En dat is eigenlijk een beetje de planning van vandaag. Gezellig. En het is echt de enige jas die ik heb die nog dicht kan gaan. Ik had een nieuwe jas gekocht hiervoor. En hij was echt zo lekker wijd en warm en weet ik veel. Maar hij kan niet meer dicht. Dus ik heb hem echt voor saus gekocht eigenlijk. Hij kon letterlijk na een maand al niet meer dicht. Dus dat was echt dom voor mij. Voor de mensen die zich afvragen. Ik slaap zeg maar wel goed de laatste tijd. Mijn eetlust is ook prima. Waarom zeg je dat? Ja, misschien zijn mensen wel geïnteresseerd in mijn gezondheid. Hij was laatst dus mee naar de verloskundige. Hij gaat eigenlijk bijna nooit mee. Want ja, hiervoor heeft hij natuurlijk heel het gewerkt. En hij is nu vrij. Dus hij kon eigenlijk nooit mee. Maar hij was laatst dus mee. En toen vroeg de verloskundige aan mij van: en? Hoe slaap je de laatste tijd? Toen wou Nessie heel gewoon antwoorden. Ik heb ze gewoon prima. Maar je snurkt wel hard. Ja, dat wou je even zeggen. Je wou het gewoon zeggen. Ik wist het. Blijkbaar snurk ik de laatste tijd echt heel heftig. Laat die tweede maar horen. Niet die eerste, die tweede. Oké, hij heeft mij een audio in de ochtend gestuurd en ik ben hiermee wakker geworden. Ja, ik kan niet meer slapen dan hoor. Jezus. Hij lijkt echt op een beer. Ik heb echt nog nooit zo gesnurkt. Ja, het is echt heftig. Echt, weet je, vroeger kwam het wel eens voor dat ik een keer echt snurkte als ik echt heel moe was. Maar dat was niet zo, hè. Dat was toch heel zacht. Oh. Maar dit is wel echt heel heftig. Nou nee, goed, maakt niet uit. Het mag. Het mag. Het is ook niet mijn schuld. Het is, het is de schuld van jouw zoon. Blame it on him. Dat is of course. Trouwens, deze zak is natuurlijk peterselie, of course. Of course, peterselie. Zo'n grote bos, al is het er niet uit. Beetje een goede pakken. Kleine bosjes tegenwoordig. Nou, een bos peterselie. En ik haal altijd. Yeah. De kaas vind ik zo lekker. Kijk, en Nessie vindt die kleine komkommers altijd heel erg lekker hier. Hij is naar die harde aan het zoeken. En heb je goede gevonden? En wij halen altijd sucuk. Zwarte olijven. Die kunnen we mixen met die andere. Kijk, en ik neem altijd deze tahin, sesampasta. En ik haal altijd deze rijst, Mahmoud rijst. Ik vind deze zo lekker. Kijk, granaatappelsaus voor de salades. Deze gaat bij mij heel snel op. Voorraadje Libanees brood. Deze stop ik gewoon lekker in de diepvries voor de komende periode. Hoeveel zijn het er? 3? Nee, ik wil er meer. En we gaan lekker voor een bakje met olijven. Oh, very nice. Heerlijk. En als laatst gaan we lekker vlees hier halen. Wij zijn allemaal thuis, guys. De buren hebben een nieuwe hond gehad, heel schattig. Maar ik was dus laatst op zoek naar deze croissantjes. Oh, ik was aan het vloggen. Met chocolade. Ik dacht, dat is geen plaatje dat net zo raar. Oh. En ik heb het eindelijk gevonden bij de Lidl. De vorige keer waren we naar een andere Lidl gegaan. En daar hadden ze het niet. Maar ik heb mijne gevonden, want deze gaat mijn vluchtkoffer in. Ik wil deze zo graag meenemen. Dus deze, ik heb er echt zoveel gehaald. Niet normaal. Snel koken. En daarna gaan we naar de
training van Nessie. Nessie wil heel graag trainen, maar hij wil me dus niet meer alleen laten deze dagen. Dus ik moet mee. Dus nu moet ik heel snel gaan koken. Ik ga lekker lam bakken. En dan gaan we broodjes lam eten. Ik heb inmiddels alle groenten gesneden voor op de broodjes. Ik heb de lam gekookt en ik ben het nu aan het bakken. Voeg zo nog even sausje toe. En dan is het klaar. Dan kunnen we broodjes maken. En we gaan deze brood gebruiken. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ik doe lekker de lam erop. Lekker veel peterselie erop. Jullie kennen mij. Hups. Uitjes. Oh ja. Yeah. Die daar weg! Nu! Zie!